Ik ben alweer in de kringloopwinkel en zoals altijd ben ik in Kringloop Zuid in Maastricht. Deze keer niet met mijn mama, maar met mijn best friend Jill. Ik mag nog eens mee. Ja, maar dit is denk ik de eerste keer, denk ik. Dat wij samen? Nee, we zijn al in Hasselt geweest. Ah, ja. Maar nog nooit samen in deze kringloop geweest. Dus we gaan samen op zoek naar wat mooie dingen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat we iets vinden. Jill heeft meestal niet zoveel succes in kringloopwinkels. Nee, meestal wel prulletjes, maar nooit kleren. Dus. Maar vandaag gaan we veel vinden. Hopelijk. Oké. Jullie weten dat ik altijd naar deze Rotan-afdeling kom in de kringloopwinkel. Wat zag je? Nog Rotan gevonden. Ah ja. Hey, maar zo één heb ik. Twee. Echt? Twee van deze heb ik. Zoals ik zei, ik kom altijd naar deze afdeling. Maar deze keer lijkt de Rotan-afdeling wel geplunderd. Het enige dat ik had gezien dat ik mooi vond, dat is dit. En ik dacht het te gebruiken om mijn kleine plantjes water mee te geven. Maar ja, dit is van Rotan gemaakt. Dus niet ideaal om water erin te doen. Dus dat zal niet gaan. Jill is voor de gouden kleuren altijd. Ze hebben terug wat meer potjes. Vorige keer dat ik hier kwam, stond hier echt bijna geen enkele pot. Hier, Jill, een sterrenpot. dat is echt Jill. Sterren en goud. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, oké. We zijn dus bijna de hele kringloop al rondgegaan. We hebben de meubels gezien, we hebben de prulletjes gezien, de kadertjes, alles. En we hebben niks gevonden. Ah, ik heb een bloempot. Een bloempotje van 1 euro. En nu gaan we beginnen aan de afdeling van de kleren. Hopelijk vinden we hier wel iets, want ik wil echt niet met lege handen naar huis. Hè. Hier in de schoenenafdeling het coolste gevonden wat ik hier ooit denk ik gevonden heb. Niet voor mij, maar voor als ik ooit een kind krijg. Of voor de kindjes van mijn broer of zus of zo. Sugar. Dit zijn echte dit zijn echte Dr. Ja. Martens voor kinderen. Echt cool, jullie weten. Oh, ik hou van Dr. Martens. Dus toen ik dit zag, was ik echt heel blij. Het enige probleem is dat ze echt wel heel afgesleten zijn. Je ziet het zelfs niet zo goed op camera. Nee, op camera lijkt het echt niet goed. Ja. Ja, ik vind dit echt heel cool. Dus misschien dat ik ze ga meenemen. Ze zijn 3,50. Dus dat is echt geen geld. Echt mijn ding. Voor de rest heb ik maar 3 dingetjes gevonden bij de kleding. Jill, nee. Ik heb niks gevonden. Maar dat komt omdat, ik zei het net al tegen haar, zij heeft echt één specifieke stijl. Echt niet uitgebreid. Ik wel. Ik kan echt heel jongensachtig zijn of heel meisjesachtig, sportief, niet sportief. Dus ik vind makkelijker dingen. Maar ik heb dit, een rokje, dit, gewoon een zwart hemd. Een hemdje. En zitten, maar dat weet ik dus niet. Houd je? Ja, ik weet niet hoe dat moet houden. Zo, wacht. Het is iets, maar ik weet dus niet of het nu eigenlijk mooi is of net niet. Dat is echt. Dat is echt het lelijkste dat ik ooit heb gezien, denk ik. Volgens mij zijn die echt wel trendy. Ik ga die aandoen. Ik ga
jas aandoen. Fashion queen. Ja, nee, dat mag niet. Zo, ja, dat vind ik mooi. Ja? Ja. Goedgekeurd. Dat, dat is gewoon simpel. Iets voor mij. Het gaat nog passen. Maar ik had het pas perfect. Goed. Rokje past echt perfect, hè? Ja. Wauw. Ik heb een hele outfit gevonden hier. Hoeveel geven jullie mijn outfit een score op 10? Jill en ik hebben grote honger gekregen van al dat shoppen. Kringloop shoppen. Dus we zijn gekomen naar Dada One, dichtbij de kringloopwinkel. We gaan allebei voor hetzelfde gaan. We gaan ieder zo een veggie roll nemen. En dan gaan we hier deze lumpia's en de sojabonen nemen om te delen. Ons eten is net gearriveerd en we hebben er zoveel zin in. We hebben echt mega grote honger. Mag ik ook wat, alsjeblieft? Yes. Thanks. Dus dit zijn de sojaboontjes, de lumpia's. En dan hebben we elk deze lekkere sushi. Smakelijk. Smakelijk. Thanks. Jill en ik zijn nog even gestopt bij het tuincentrum, want we zijn allebei helemaal verliefd op planten. Jill kan het al niet meer aan. Ze heeft al heel veel planten gevonden die ze wil kopen. Maar wij zijn twee arme meisjes. Twee meisjes die helemaal blut zijn. En wij willen gewoon al deze planten hebben, hè. Maar dat gaat niet, hè. Ik heb trouwens het rokje dat ik net gekocht heb in de kringloop aangehouden, omdat het echt super warm is vandaag en mijn broek was gewoon echt niet oké. Ik ben echt zo blij hiermee. I love it. Echt een goede aankoop.